Goedemorgen guys, hoe gaat het met jullie? Vandaag is woensdag 12 juli. De tijd gaat zo snel boy, vandaag is al woensdag. Maar ik kijk er naar uit dat het vrijdag wordt hoor, want ik vind vandaag is al woensdag, but it's already been a long week. Ik had gewoon veel te doen aan het werk en ik ben al moe hoor. Dus en de komende weken worden ook heel druk, dus ik hoop dat ik alles kan filmen, boy. Het gaat ook mooi zijn voor mijn archief. Want waarom ik vlog eigenlijk is voor mij, voor mezelf ook, om terug te kunnen kijken naar de momenten en zo waar ik bepaalde dingen heb gedaan. Weet je, dus ik hoop echt dat ik alles kan vloggen, hoor. Het gaat mooi zijn, want ik ga echt bezig zijn met heel veel dingen. Dus dan gaat het mooi zijn om het in een video te kunnen zetten. So, how are you guys doing? Gaat het? Vanmorgen stond ik op en was ik niet echt in de mood. I was not in the mood. En mijn jongen is ook ziek. Nathan is ziek. En ja, misschien daarom ben ik niet in de mood. Het is niet leuk wanneer kinderen. Trouwens, het is nooit leuk wanneer iemand ziek is. Maar wanneer kinderen ziek zijn, dan is het extra niet leuk. Met jullie. Vandaag is maandag 17 juli. De tijd gaat heel snel. Vandaag ben ik wat eerder van het werk, want ik start later met een training. Integraal waterbeheer. Dat is voor de komende 3 weken. Elke dag van 4 tot 9. Dus het gaat mooi en intensief zijn, maar ik kijk er naar uit. Ik kijk er echt naar uit. Het gaat heel interessant zijn. Want ik heb ook gezien wat we gaan krijgen. Dus ik ben benieuwd ernaar. Ik ga Nathan nu halen en dan naar Jaden en dan gaan we naar huis. Ik ga daar even snel koken, huis opruimen en zo. En kijken als ik Jaden moet helpen met zijn huiswerk. En dan 4 uur starten met de training. Zo ja, ik kijk er naar uit. Ik ben wel een beetje, ik vind dat ik een beetje low on energy ben. Een beetje koffie drinken straks. En ik heb ook tegen 6 uur eigenlijk vandaag zo toevallig een examen, want ik volg ook een HBO management opleiding. En dat is elke maandag. Maar het gaat niet zo lang duren vandaag, want het is een onderhandelingsexamen. Dus ik neem aan dat het niet zo lang gaat duren. En dan kan ik dan teruggaan naar het integraal waterbeheer en training. Gelukkig is het online hoor, echt waar. Gelukkig zijn die dingen online, dus dan kan ik snel inloggen hier en dan weer inloggen bij de ander. Echt een, maar het is alleen voor vandaag. Qua beide opleidingen. En dan is het morgen alleen integraal waterbeheer. So yeah, how are you guys doing? Ik moet kijken wanneer ik deze vlog ga uploaden. Want ik wilde toch wel een paar... ik weet niet als ik het een maand vlog ga maken. Dat is wat ik zie veel vloggers dat doen. Of als ik het een week vlog of 2 wekelijkse vlog maak. Ik kijk wat voor... hoe het zit met met het materiaal dat ik heb. Dat is het voor nu guys. Ik heb niet echt actiebeelden. Want ik vlog nog niet zo, laat maar dat zeggen. Als ik ergens ga of in de winkel en zo, film ik dat niet, weet je. Dus dit is het voor nu. Ik doe ook niet zoveel. So yeah. Over here waiting for the... hoe zeg je dat? Lesson to start? Is het lesson? Die van andere naam in het Engels. Maar in ieder geval, nu is er gewoon een intro. Openingswoorden en zo. Openings of welcome speech of something like that. En dan zometeen begint de les zelf. Dus ik ben benieuwd.
So guys, de lessen zijn klaar. Het is gelukt met de beden die ik moest van volgen. Ik had zowel integraal waterbeheer als HBO management. Beden zijn gelukt. Gelukkig was HBO management was gewoon 20 minuten, want het ging om een onderhandelingsexamen. Dus dat was wel gelukkig in 10 minuten af. En dan kon ik daarna terug gaan naar het integraal waterbeheer training. Ik ben nu bezig te koken. Ik heb net kleren van de lijn weggehaald en andere kleren gezet om te wassen. So, all in all, a productive day. Ik ben nu wel heel erg moe. Maar ja, we gaan verder. Right? Dat moet gedaan worden. Guys, ik probeer te filmen met mijn main camera. Dus vandaar dat ik niet zo goed in beeld ben. Ja, want ik zie mezelf niet. I don't know. Maar waarom ik probeer te filmen met mijn main camera? Eén, nu althans. Eén, het is 's avonds. Dus de lighting is not good. En ik heb net gekeken naar het beeld van mijn front camera. En dat beeld was niet mooi. Terwijl mijn main camera me wel een mooi beeld geeft. Ondanks het 's avonds is. Dus vandaar dat ik dat doe. En ik wil ook leren om met mijn main camera meer te filmen. Want het geeft een mooier beeld. En plus deze telefoon heeft een pro option, een pro video option op de main camera. Het heeft dat niet op de front camera. So I'm trying that out. Ik heb ook mijn nagels gedaan by the way in het weekend. Met de nagelgel die ik van mijn collega's heb gekregen op voorlichting. En I love it. Ik vind het heel leuk hoe het is uitgekomen. And also this hair needs to be done, or get done. We gaan deze draden komen, zoals jullie zien. Maar ik vind deze kleur die ik heb gezet te donker. Dus ik wil weer ietsje lichter gaan en een andere rood zetten op mijn haar. So, yeah, that's in the works now. Ik probeer het langzamerhand, probeer ik die donkere kleur met baking soda weg te halen. En het lukt wel aardig hoor. Ik bedoel, je ziet dat het lichter begint te worden. Maar nog niet waar het moet zijn. Dus maar beetjes bij beetjes gaat het eruit. Dus dat is nu in the process. Hi guys, vandaag is dinsdag 18 juli. Ik ben al van het werk, ik ga even koken. En dan een 4 uur training volgen. Ik heb een jongen van mij is heel erg blij. Ik heb een heel vettige huid, dus je gaat me heel vaak zien deppen. En kijk hoe veel beter mijn gezicht eruit ziet als ik heb gedept. Wil je lieve groeten? Ja. Ah. Fortnite. En gaat Fortnite spelen. En Fortnite is opgedeeld. Nee, je was een. Zeg bye-bye. Bye-bye. Ik was morgen is. Zondag ik ga luisteren naar de meester. Goed zo. En ik maak. En. Goed. En Adrie heeft me. Nu was puntjes gegeven. Mm-hmm. Ik ging rustig niet met mijn moeder. En volgend jaar word ik jarig. En dan ga je veel speelgoed weer krijgen, hè? Ja. Zoveel presents. Ja, dan ga ik die in de weg. Oké, ga mooi spelen. Hey, yo! Dan ga ik nu koken. Dat ga ik klaarmaken. Yes. Ik heb gisteravond al kip klaargemaakt. Masala kip. Yes. Yes. Dan maak ik hem. Nu moet ik alleen nog groenten klaarmaken en rijst. Rijst is net op vuur gegaan. En dan ga ik de groenten snel doen. Ik heb ook stroppen gekocht vandaag. En dat ga ik later sneden. En is dat dan voor morgen. Cool. Kom nou, ik zie je. Straks. Guys, het regent zo hard en ik hoop niet dat de internet slecht zal worden tijdens die zo'n dingen hoor. En ik moet les volgen, maar ja.
Ik denk dat ik de vlog hierbij ga afsluiten. Vandaag is dag 2 van Integraal Waterbeheer Training. En dan zal ik daarna weer filmen voor een volgende vlog. Maar ik denk dat ik nu al een 10 minuten vlog in elkaar kan zetten. Ik wil dat niet te lang maken. Voor nu, want ik denk nog na hoe ik het ga doen, als ik het wekelijks ga doen, of twee wekelijks of maandelijks. Misschien een variatie van alle drie. In ieder geval, thank you for watching. Thank you for your support always. Tot de volgende keer. Bye!